er is ergens in Nederland nog een club die niet gewonnen heeft. Dat is Cambuur Leeuwarden. 3-0 verloren van Willem II. Als het goed is, hangt Henk Albers aan de... Dag Henk! Ja, goeie avond. Cambuur Watcher voor NEC Media. Lekker bruggetje moet ik zeggen. Ja, lekker toch? De enige club die gaan niet gewonnen ze, heeft. Henk, wanneer denk je dat ze gaan winnen dit seizoen? Dit jaar niet meer. Dit jaar niet meer, want je hebt nog twee wedstrijden. Dit is toch, als ze er maar nog vier bij krijgen. Ja, is het zo erg? Ja. Wat is het grootste probleem van Cambuur op dit moment, denk je? De golf aan blessures en kwaliteit. En ik denk dat de blessure leidt dat het een beetje in samen hangt. Want wat onze trainer heen, die heeft al een jaar of twee roept. Als te veel spelers op de toppen van de tenen lopen, ja dan pleeg je roofbouw op je lichaam, je spieren, je pezel. En dan krijg je er meiden geen gekke blessures van. Daar krijg je blessures van, ja. Toch vond ik wel iets opvallends. Er is heel veel te doen over Henk de Jong op dit moment, daar zo wat meer over. Maar ik las wat tweets van jou, dat spelers op vrijdag kregen te horen. Nou, je staat bijvoorbeeld rechtsback. En die stonden zaterdag in de wedstrijd, of zondag in de wedstrijd, sorry, stonden ze op een hele andere positie. Ja, dat was heel merkwaardig. Want vrijdag we hebben altijd een persmoment met het hele journaal. Altijd na de training, twee dagen voor de wedstrijd. Of een dag voor de wedstrijd hangt een beetje van het tijdstip waar wat zaterdag zondag is. Maar meestal is het vrijdag. En Henk, die stak het niet onder stoelen of banken. En ook Sander van der Streek, om wie het nu even gaat, ja. Die zou rechtsback staan. En dan ineens staat hij toch op het middenveld. En tot ieders verbazing stond Erik Bakker in één keer rechts centraal. Daar had hij nog nooit gespeeld. Dus ik wist niet wat ik zag. Dan kan je het gewoon even uitproberen. Ja joh, hey, het gaat zo lekker met Cambuur. Even wel nieuwe dingen. Ja, kijk, Erik had wel gezegd na afloop van jaren trainen. Heeft ook gezegd van, kan ik een beroep op je doen om daar te staan? Nou, natuurlijk had Erik gezegd. Maar ik heb hem eens één keer links centraal zien staan. Maar rechts centraal dus nog nooit. Ja, wat apart zeg. Maar we hebben het over de trainer die beslissing maakt. Heb je hem na afloop gevraagd hierover? Waarom hij deze verandering heeft doorgevoerd? Nou, ja, het had meer te maken met het feit dat Wessel Dammers ineens uit de wind moest worden gehouden. Ik vond het heel merkwaardig, want we hebben het de Feyenoord-huurling hebben het over. Ja. Dat was eigenlijk een van de weinigen die constant op een bepaalde positie stond. Ja. En als er iets is wat je in een elftal niet te veel moet doen, is wijzigen. Dat gebeurde dus wel, want Wessel die had kennelijk te veel druk op zich willen achterwijken. Moest uit de wind worden gehouden en dan moest in één keer alles worden omgezet. Ja, en we hebben gezien waar het toe leidde. Maar is Henk de Jong gewoon helemaal het spoor bijster op dit moment? Nee, dat denk ik niet. Het is een beetje, je moet roeien met de riemen die je hebt. Ja. En als die riemen niet echt lekker kletsen in het water, dan heb je een probleem. Ja. Maar denk jij dat, je zegt roeien met de riemen die je hebt. Hij wordt constant bestookt met vragen. Nou Henk, ontslag, stap je zelf op. Ja, ik vind het best wel hilarisch. Want eigenlijk moet je het gewoon bij de directie van Cambuur neerleggen. Want die hebben steeds gezegd van, het gaat niet om Henk. Terwijl iedereen wil weten, als je iets wil veranderen binnen een technische staf, moet je de trainer eruit schoppen. Ja. Zo klaar is een klontje. Doe je dat niet, en je houdt Henk, en je zegt, we hebben vertrouwen in onze trainer. Heb dan ook het leven om te zeggen van, dan gaan we met die man verlengen. Ja. Heel simpel. Maar dan hou je gelijk Henk uit de wind. Ja, ik hoor zoiets dat je niet echt groot fan bent van het bestuur van Cambuur. Nee, dat is zacht gezegd. Dacht ik zo te horen hoor, even tussen neus en lippen. Ja. Maar wie is de grootste boosdoener binnen het bestuur? Nou, je moet in de eerste plaats kijken naar wie is de baas binnen Cambuur. Dat is Ieper Smit. En dat is de grote boosdoener op dit moment? Nou, in die context wel, ja. Want wat zou hij moeten doen? Trekt hij aan de touwtjes. Hij bepaalt weer wie de technisch directeur is. Die bepaalt weer wie er komen. En zo kom je bij de selectie terecht. Okay, en je bent zo goed als je materiaal. En eigenlijk moet je gewoon denken van, als zit je Van Gaal voor deze groep, dan pak je nog geen punten voor de winterstop. Is het zo erg? Kan misschien binnenkort wel. Ja. Nee, maar zo erg. Het was eigenlijk al duidelijk in de voorbereiding. DTD, dat zullen jullie waarschijnlijk niet kennen, die club. Maar dat is een hele... Waar ligt dat? Dorpsclub, de Draai het Warpen. Oh ja. Daar oefent Cambuur altijd tegen. Daar werd met 2-1 van gewonnen, slechts. Ja, maar die hebben wel een hele goede spits, hè Henk? Jij kent hem? Nee. Nee, maar de hele voorbereiding tekende zich dat al een beetje aan. Ja. En wat dan heel
tragisch is, is dat, dat Henny van der Vecht dan op een gegeven moment zegt van Berisha, Maasek en Beun niet gehaald als potentiële basiskracht. Nou, toen viel echt bij mij, zoals dat hier zeggen, de bek open. Ja. Want die werden met Bombardier binnengehaald van, dat zijn exponentiële, weet ik veel, buitenklasse, Europese clubs zaten achter, bijvoorbeeld een Berisha. Er zijn 15 wedstrijden onderweg. En ik las toevallig gisteren nog, of eergisteren bij de NOS, dat Van der Vecht had gezegd van, ja, niet veel zorgen maken, het seizoen duurt nog lang, het is nog allemaal pril. Ja, 15 wedstrijden onderweg, zeg, waar hebben we het over? Klopt. De competitie, de stand is al gemaakt. Ja, eens. Heeft die Smit, is die ook verantwoordelijk waarom we eens, want je zegt, als het slecht gaat bij een club, dan flikkeren we gewoon die trainer uit. Alleen bij, in Leeuwarden flikkerden ze 2 of 3 weken geleden gewoon de assistenttrainer uit. Ja, hoogst merkwaardig. En iedereen weet al dat gewoon niet klopt. Ik bedoel, daar hoef je geen hooggeleerde voor te zijn. Als jij een assistent eruit stuurt, of eruit zet, whatever, ze zeggen dan ook maar van ja, in goed overleg. Maar wat is er gebeurd? Ik zet er vraagtekens bij. Volgens mij is het een beetje om de achterban zoet te houden, want Sandor is van de supporters, dan moet je niet aankomen. Dus een beetje pap en nat houden. En sommige mensen zullen het slikken, sommige mensen pikken er waarschijnlijk dwars doorheen. Maar het is zo klaar als een klontje dat hier meer aan de hand is. Maar wat is er aan de hand, Henk? Probeer maar eens degene te vinden die dat werkelijk volmondig durft te zeggen, die het kan zeggen. Want je moet je natuurlijk heel, heel goed afvragen van, waar baseer je op? Maar is die met de dochter van de voorzitter op dat ingeloten? Wat, in welke orde van grootte moeten we het zoeken dan? Is er iets wat we hier Geert en Oude noemen? Zeg maar de dochter van de voorzitter? Of met de kasten vandoor? Je doet er zo geheimzinnig over? Oh, ik doe geheimzinnig? Ja, weet je wat er is? Of durf je het niet te zeggen? Nou, kijk, het punt is, ik zou iets wel durven zeggen. Alleen het punt is, ik kan het niet hard maken. Nee, precies. Ik heb daarvoor bepaalde, quotes nodig, uitspraken van betrokken mensen voor nodig. Die zeggen mij dingen in vertrouwen. Ja, en dan ben ik met handen en voeten naar gebonden, want ik ben wel in tegen wat dat betreft. Nee, dat is zeker zo. Maar alleen het punt is, en dat is zo klaar als een klontje, dat kan ik wel zeggen op eigen titel. Het stinkt gewoon. Dit is iets persoonlijks geweest. Het heeft niks te maken met het functioneren van Sander van der Heijden. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar Henk, zit dan Peter wel goed? Is het de dochter van de voorzitter? Of is het de kassa? De zoon van de voorzitter. Of een dochter of een vrouw zitten. Of een moeder of een tante, dat weet ik niet. Ah, oké, maar je weet dus ongeveer wel in welke hoek het ongeveer zit. Het rommelt dus aan alle kanten. Ik zeg alleen van, als je het mij vraagt, is het iets persoonlijks tussen de voorzitter en Sander van der Heijden geweest. Oké. Okay. Nou, dan gaan we. Kan nog steeds een Geert, een oudertje. Dochter dus. De dochter, Vito Worgoor denkt de dochter. Nee. Henk, ik wil in ieder geval hartelijk danken. Laten we afspreken dat als Cambuur een keer wint dit seizoen, dat we dan gelijk gaan bellen. En haal je dan die gekke Arie van Meegen ook in de uitzending? Dat hij eigenlijk een shirt aantrekt, want daar word ik ook helemaal gek van. Nou, wij worden ook heel gek van Arie van Meegen. Dus hier geen Arie van Meegen in deze show. Maar nogmaals, ik doe bij deze oproep aan de directie van Cambuur. Henk de Jong verlengen. Als jullie hem zo hoog hebben zitten, verleng dan met hem. Mooi, dat doet iemand hier een oproepje aan de directie van Cambuur. Ja, ze kijken mee. Ik weet dat meneer Smit altijd trouw om 7 uur inschakelt in Leeuwarden. Oké. Okay. Nou Henk, dankjewel en veel succes daar. Ja, graag gedaan. Hoi. Kan ik ook wel doen naar mijn vriendin of niet? Jij kan ook wel. Dan moet je even die camera pakken. Dat je wat later thuis bent voor het eten of niet? Inderdaad. Ja. Hey, maar wat een verhaal, Peet. Ja. Ja, dat is een mooi verhaal. Toch, maar nou weten we. De voorzitter. Denk je de dochter van de voorzitter? Ja, er zitten mensen vast te kijken. Dat is wel een voetballerij dingetje. Ik hoor dit vaker. Maar laten we even kijken. Wordt er straks in de YouTube chat wat gezegd? Mensen uit Leeuwarden, mochten jullie een suggestie hebben wat er aan de hand is? Veel sympathie is er voor zowel deze Henk als Henk de Jong. Ja, als de beide Henken doen het goed. Ja.